Goedemorgen Hans Verbucht. Dag Michiel, goedemorgen. Ja. Welkom, welkom in Muzes. Fijn dat we hier mogen zijn. Allereerst proficiat met jullie vorig jaar 175 jaar bestaan van Muzes. 176 ondertussen. We zitten 176, jullie vieren dat al ruim een jaar denk ik, hè, met allerlei activiteiten. Je bent hier directeur-bestuurder sinds? Een jaar of vijf. Vijf jaar. Ik ben heel erg benieuwd wat jouw achtergrond is en waar je vandaan komt. Want ik weet dat je geen arms jongetje bent. Ik ben een Limburger. Ik ben daarom ook erg vereerd dat ik een paar maanden geleden door de vereniging, de carnavalsvereniging Ongansen, ben onderscheiden met de ridderorde in de orde van de zachte G. He, daar kan je mee thuiskomen in Limburg. Zeker, ja. Nee, ik kom uit Limburg. Ik heb piano gezeten in Maastricht, conservatorium, lang bij de fanfare gespeeld, koor gezongen, organist geweest. Dus echt een muzikale basis in Limburg. Opgedaan. Daarna in Utrecht muziekwetenschap gestudeerd en nog een postdoctorale opleiding kunstbeleid en management gedaan. Maar ik wist eigenlijk al vrij vroeg van muziek maken is leuk, maar ik wilde echt organiseren. Ik wilde dingen regelen en dat ben ik eigenlijk vrij vroeg gaan doen. In Maastricht festivals georganiseerd, later in Rotterdam en het Rotterdamse conservatorium als projectleider en later als adjunct. En daarna in Amsterdam, 10 jaar in het conservatorium in Amsterdam, adjunct directeur geweest. Daarna naar Antwerpen, algemeen directeur, intendant van toen nog de Philharmonie, tegenwoordig de Antwerp Symphony Orchestra geheten. En sinds een jaar of vijf hier in Arnhem, directeur van Muzes en Stadstheater. Met veel plezier. En dan heb je het ook nog over het Stadstheater, hè? Dat was vroeger de Schouwburg, ja. 160 jaar. Ja. Hoe zijn die twee bij elkaar gekomen? Ooit vanuit een gemeentelijke fusie zijn die samengevoegd. Hebben natuurlijk heel lang gewoon zelfstandig, onafhankelijk van elkaar gefunctioneerd. Maar die zijn gewoon vanuit de gemeente samengevoegd. En een jaar of zeventien, is Muzes en Stadstheater verzelfstandigd. Tot die tijd waren het gemeentelijke diensten en sinds die tijd is het verzelfstandigd. En in 2018 hebben wij dus de uitbreiding, de renovatie van Muzes gekregen. Een nieuwe concertzaal gekregen, de Parkzaal. Prachtig. Geweldig mooie zaal, daar zijn we ontzettend blij mee. En over een paar maanden gaan we de Grand Old Lady, de Schouwburg, het Stadstheater sluiten. En gaan we een jaar of vier ongeveer de Schouwburg grootschalig renoveren. Verbouwen, groot deel nieuwbouw. Het historische deel wat behouden moet blijven, blijft uiteraard behouden. En dan zijn wij over een jaar of vier zijn we volledig klaar met grootschalige renovaties. En renoveren en verbouwen is één ding. Maar vervolgens dan ook gewoon er een verstandige invulling aan geven. Ja. Dat is natuurlijk waar het om gaat. Ja. Maar je hebt wel gewoon faciliteiten nodig om datgene wat je inhoudelijk denkt dat je moet doen, te kunnen doen. Nou ja, dat kunnen we hier in Muzes in volledige mate. Dit gebouw, hier zitten we nu in de historische Muzeszaal. En de nieuwe Parkzaal, die een aantal belangrijke architectuurprijzen heeft gekregen. Ja, dit hele huis met deze twee zalen is volledig klaar voor de toekomst. Hier doen we dus ook een enorm breed en divers programma. Van klassieke muziek tot congressen, van pop, concerten, house. Noem het allemaal maar op. Het is een enorm breed scala van activiteiten. We zitten hier nu, as we speak, gisteravond Artes. Studenten hebben hun presentaties gedaan van hun finals, hè, de afstudeerprojecten. Geweldige sfeer, honderden studenten, mode, noem het maar op. En vanavond hebben we hier een popconcert. En die diversiteit, dat is heel erg leuk. Ja. Dat kunnen we dus ook in dit huis. Aan de overkant in de Schouwburg zullen wij een Schouwburg gaan maken die nog meer dan we nu kunnen. Voor een breed publiek theater, toneel, cabaret, musical, opera biedt. Nou ja, dat bij elkaar hebben en daar dan ook leidingen mogen geven in deze stad is een geweldige uitdaging. Ja. Ik hoorde je een paar weken geleden praten bij de Innerwiel. Daar gaf je een lezing over dat je heel veel verantwoordelijkheid voelt. Omdat er wordt wel behoorlijk geld gesubsidieerd ook. Ja, en, absoluut. En daarbij dan wel met je hele team verantwoordelijk voor dat daar ook iets neergezet wordt. Ja. En toen was je ook best wel emotioneel en ook wel betrokken over het feit dat cultuur en
bij jongelui zo toch op de achtergrond geraakt is. Hè? Men gaat niet meer zomaar naar een pianoles toe of men zit niet meer bij een fanfare. Je had het over in 10 jaar waren er 500 scholen gesloten. Kun je daar iets over vertellen? Het is bizar dat een land, een rijk land als Nederland, afgelopen decennium ongeveer toch wel, want het is de afgelopen 10 jaar toch wel heel erg hard gegaan. Met alle begrip voor alles wat wat over ons heen komt, hè, internationaal, de politiek, noem maar op. Tal van problemen, of dat nou vluchtelingen, of dat de energiecrisis of corona. Dus het komt veel over ons heen. Maar dat er zo bezuinigd is geworden op cultuur en dat met name die hele amateurveld, dat daar fors op bezuinigd is, dat de muziekscholen, wat stedelijke muziekscholen zijn, dat die verdwijnen en dat het verenigingsleven enorm aan het achteruitgaan is. Die humuslaag van mensen die amateur toneel of bij de fanfare of in een koor zingen, of naar de muziekschool, of die puber van 16 die op vioolles zit, noem het maar op. Dat is niet aan het verdwijnen, maar dat is wel heel erg minder aan het worden. Roos. Ja. En dat is een realiteit waar wij ook als gesubsidieerde huizen natuurlijk wel mee te maken hebben. Want dat deel van mensen die op amateurniveau met cultuur bezig zijn, zijn ook een belangrijk deel van ons publiek. Dat is een realiteit. Daar kan je heel lang bij blijven stilstaan, maar je zult ook als cultuurhuis daar ook iets mee moeten. Nou, dat denk ik dat we daar ook die inhaalslag ook nu toch zeker hier meer dan ooit aan het doen zijn. Dat we veel diverser proberen te programmeren, dat we veel pogingen doen in de programmering om een diverser publiek te bereiken. Want dat is toch de opdracht als cultuurhuis, als je wat je zegt zo zwaar wordt gesubsidieerd. Ja. En ik vind ook dat moet gebeuren, maar dan heb je ook een verantwoordelijkheid, een verrekte plicht ook, om ervoor te zorgen dat je dus ook in breedste zin voor die stad ook gewoon er bent. Ja. Nou, en dat is voor bepaalde genres, ik noem klassieke muziek, ik ben zelf van huis uit klassiek opgeleid pianist. Ja. Hier staat een vleugel, maar ik ga nou niet piano spelen voor jou. Dat is jammer. Je moet wel blijven studeren natuurlijk, dus dat doe ik niet. Mocht je dat willen vragen, dan is dat dit meteen het antwoord. Zo meteen. Kun je nog een keer proberen, dat ga ik niet doen, ik moet al blijven studeren. Ja. En bescheidenheid is een deugd ook, als ik zie wat voor kwaliteit er hier op het podium staat, dan hoort de directeur hier niet gebrekkig piano te spelen. Dat gezegd hebbend, maar als het gaat om klassieke muziek, is het wel duidelijk dat het terugloopt. En dat ons publiek voor klassieke muziek, om dan maar één genre even uit te tellen van alle genres die we doen, dat publiek dat vergrijst, dat is wit publiek, dat is hoger opgeleid publiek. En wij zullen moeite moeten doen, en dat doen we dus ook, door daar nieuw publiek voor te vinden. Maar daarnaast ook gewoon een ander aanbod, wat nieuwe bewoners van deze stad ook aanspreekt, te programmeren. Nou, en het plezier van die visie zit er ook vooral in dat je ziet, als je dat dan doet, noem het een paar weken geleden, hadden we een geweldige Afrikaanse zangeres hier, dan is die zaal totaal anders samengesteld qua publiek. Ja. En dat is het plezier, dat je ziet van oké, als je anders programmeert, zit er een ander publiek in de zaal. Dus dat is leuk om daar aan te werken met een hele club. Van of dat nou de theatertechnicus is, of dat mensen van de horeca zijn, of mensen van de marketing, van financiën, die zien dat werkt. Ja. Dat is leuk. Dat is leuk om een club dan ook gewoon in deze tijd, die lastig is, maar veel uitdagingen, maar ook kansen biedt. Nou ben je lekker actief hier al 5 jaar lang. Doe ons best. Je wil nog even met je team. Want je kunt het niet alleen, je hebt heel veel fijne mensen om je heen natuurlijk. Hoe zie je dat voor de komende... Heb je een bepaalde visie gekomen op 5 jaar? Of 4 jaar zijn ze bezig met het Stadstheater? Ja. Nou ja, zorgen dat daar natuurlijk een goede schouwburg gaat komen. Ja. Dat is natuurlijk een hele belangrijke, dat wordt een groot project. Dat is ook geweldig goed en we werken er ook heel goed in samen met de gemeente, met externe adviseurs en ook onze eigen mensen, onze mensen van de horeca. We zijn heel actief betrokken bij wat voor soort horeca, hoe de routing moet gaan zijn. Onze technici die zijn heel betrokken, dus in die zin is het echt wel een team. Dat is ook heel leuk om te zien. Concreet de opdracht, naar wat ik schets, alles wat ik net noem, om dat allemaal bij elkaar opgeteld in huis te hebben, te faciliteren. En daar hopelijk ook, dit is helemaal leeg nu, alle stoelen zijn leeg, maar die stoelen horen bezet te zijn. Absoluut. Die horen bezet. Maar ze hebben ook weer behoefte aan corona. Ook, steeds meer, ja. We merken ook dat we afgelopen eerste kwartaal van dit kalenderjaar 2023 hebben we meer tickets verkocht, dus meer bezoekers gehad
dan voor corona, eerste ja. kwartaal. Dat is, dat, nou, is, dat is goed. Absoluut. Dat voelt van, ja, er is wel meer behoefte om, aan cultuur. En wat wij brengen, blijkbaar spreekt dat aan bij het publiek. De diversiteit. Wat allemaal en daar, daar hebben we nog lang niet het plafond in bereikt. Dus concreet de vraag, wat is de opdracht voor de komende jaren om dit, waar we mee bezig zijn, verder te zetten?